Beauty Plus. Profvoetballer Gregory van der Wiel ondergaat vandaag een haarstamceltransplantatie. Het litteken op zijn hoofd zal worden opgevuld met zijn eigen haar. Hij heeft hier ook een litteken. Ja, wil je die ook? Dat kan net ook gelijk gedaan worden. Ja, natuurlijk. Ben je er vanaf, man? Doe die ook gelijk, ben je er vanaf? Ja, ik heb nog meerdere. Ik heb hier nog. Waar? Ja. De hele hoofd zit van. Oh, oké. Okay. En dan hier. Ben je zenuwachtig? Ja, ik stress wel een beetje. Ja? Dat is nergens goed voor. Die naalden zijn nog kleiner dan de naalden die gebruikt worden voor het maken van de tato's. Maar het is iets nieuws, toch? Ja, het is echt niet meer te vergelijken als vroeger. De haarstamceltransplantatie kan beginnen. Eerst wordt het donorgebied geschoren. Om de behandeling pijnloos te laten verlopen, krijgt Gregory een plaatselijke verdoving. En zodra hij ontspannen ligt, kan de technician met de extractie van de grafts beginnen. Hoe ben je op het idee om dit te gaan doen? Nou, dat is eigenlijk doelstelling was om een techniek te ontwikkelen zodanig, 1, dat het best centriëndelijk zou zijn. En 2, dat is eigenlijk dat je je donorgebied blijft behouden. Ja. Uit onderzoeken bleek dus eigenlijk 1, dat die haarwortelzakjes helemaal niet onderin het haarwortelzakje, maar aan de zijkant van het haarwortelzakje zitten. Mm-hmm. En ten tweede kwamen we erachter dat je niet het hele haarwortelzakje nodig had. Dus dat bracht ons op het idee om alleen een klein stukje van het haarwortelzakje weg te halen. En dat doen we dus ook nu ook. En we halen een klein stukje van het haarwortelzakje weg, zodanig dat dat voldoende haarstamcellen bevat. Ja. Om elders haargroei te regenereren. Zo. Met behulp van de technicians is Koen Go gestart met het terugplaatsen van de grafts. Dit moet zeer nauwgezet gebeuren. De grafts moeten zowel op de juiste plek als in de juiste groeirichting teruggeplaatst worden. Nou, dat is eigenlijk... nu is het klaar. We zitten erin. En je ziet dus eigenlijk nu al... dus een beetje het resultaat. Koen Go plaatst de laatste grafts terug, waarna de behandeling is voltooid. Nou, dit noemen we eigenlijk de stick-and-place methode. Dat gebruiken we eigenlijk alleen bij littekens. Wat is het grote voordeel ten opzichte van de andere technieken? Is dat je hiermee het gaatje maakt en direct de haren weer terugplaatst. Waardoor je de huid minimaal beschadigt. Kijk. Zo zie je het eigenlijk. Dus je ziet eigenlijk het koude plek al gelijk niet meer. Nou, aan de achterzijde precies hetzelfde. Wie zoekt zal niet vinden. Ja? Is het allemaal een beetje meegevallen? Ja, zeker. Ziet goed. Ja, dus dat had ik niet anders verwacht. Kijk voor meer informatie op beautyplus.tv.